Vandaag ga ik een kerstkaart maken. Het is natuurlijk nog lang geen kerst. Maar ja, goed, je kan beter te vroeg zijn dan te laat. Ik ga een kaart maken. Ik heb alvast wat dingetjes uitgesneden. Ik heb papier gebruikt van de paperpad van Cars. Dit is de Christmas. En die zit vol met allemaal leuke patroontjes. En daar heb ik er een paar uitgezocht. En die heb ik al voorgesneden. Even kijken. Dit is gewoon een normale A5 kaart en dan door de midden gevouwen, zodat je een normale 10x15 maat hebt. Dit is een kaartje, die heb ik alvast uitgesneden op 8,8 cm bij 11 cm. Ik denk dat doe ik vast, want anders duurt het filmpje zo lang. Die komt zo op de kaart. Dan heb ik een kerstboom uitgesneden, ook van hetzelfde papierlijn. Nou kun je natuurlijk zelf een kerstboom uitknippen, maar ik ben niet zo heel goed daarin. Dus wat heb ik nou gedaan? Ik heb even op Google afbeeldingen gezocht naar leuke kerstbomen die ik wilde hebben. Die heb ik uitgeprint. Nou, eerst eventjes in Word eventjes op de juiste maat gemaakt. Daarna uitgeprint. Toen er een malletje van gemaakt. Dat is deze, op hard karton. Dus als je natuurlijk meerdere kaarten van hetzelfde wil maken, dan is het wel fijn als je een beetje dik karton hebt. Dat heb ik achter op een papiertje gelegd. Toen uitgeknipt. En nou, dat is mijn kerstboompje. En die komt ook op de kaart terecht. Nou heb ik de randjes al geïnkt met wat vintage photo distress inkt. Dan, ja, ik vind dat je dan net even wat mooi effect krijgt. Dus die gaat er zo op. Ik heb een lollipop flower gemaakt, ook van papier. Dat zijn heel simpelweg gewoon drie rondjes uitgeknipt met een bread erin. Ik ga daar nog een filmpje van maken, zodat je precies ziet hoe ik dat gedaan heb. Wat hebben we nog meer nodig? DMC-draad. Nou, dan ga ik beginnen met het maken van de kaart. Dit heb ik al dan al gesneden. Ik heb al wat dubbelzijdig tape op de achterkant geplakt. Los friemelen. En die komt dan op de kaart. Nou. Het blijft zo goed zitten. Maar oh, het is soms zo lastig eraf te halen. En die plakken we ongeveer hier. Dat is de basis van de kaart. Dan ga ik daar omheen DMC doen. En hoe ga ik dat doen? Ik heb een prikmatje. Dan vouw ik de kaart open. Die leg ik daar vast op. Ik heb vier zilverkleurige breads. En ik heb nodig een prikpen. Even kijken, dan moet die. Kijk, ik wil het een beetje goed doen. Een gaatje hier. Een gaatje daar. Hier. Je kan het natuurlijk helemaal uitmeten, maar ik heb niet zo heel veel zin in. Heb ik vier gaatjes gemaakt. Daarin gaan de breads. Nou, niet helemaal zoals ik het wil. Dat is altijd zo. Volgens mij moeten mijn gaatjes ietsje groter. Wacht even. Ietsje groter maken. Dat ik niet de grootste prik ben die er is, maar. Ja, kijk, daar komt hij. Hier nog eentje. En de laatste. Oké. Prikmat kan naar de kant. Deze gaan we omvouwen. Dan gaan we een klein stukje om. Als je het nou niet mooi vindt om aan de achterkant van je kaart te zien, dan kun je dat natuurlijk altijd wegwerken met een inlegvelletje. Het mag natuurlijk wel duidelijk zijn dat het handwerk is, dus het is helemaal niet erg. Oké, die zitten erop. Dan nemen we het DMC. Dit is kleur nummer 321. Mocht je nou een leuke metallic kleur willen hebben, dan mag dat ook. Het is wat je zelf wil. En dan is het de bedoeling dat we dat om die bread heen gaan wikkelen. Dan draai ik hem er één slag omheen. Dan weet ik in ieder geval dat hij vast zit. De bovenkant ook. Oh.
draaien we helemaal door. Klein stukje omhoog tillen, zodat hij wat meer ruimte krijgt. Oké. En dan doen we dat bij elkaar leggen. Dan nemen we een heel klein stukje plakband. Om die draadjes netjes. Oh, ik zie trouwens dat dit niet even netjes zit. Daar komt ie. Die kan er gewoon zo bovenop. En dan knippen we dat even netjes af. Zo. Dit stuk is klaar. Dan nemen we de kerstboom. En die heb ik al met foamtape voorzien. Lekkere flinke stukken. Je kan natuurlijk ook een andere vorm nemen als je liever iets anders wil. Ik heb dan toevallig nu gekozen voor een kerstboom. Maar je kunt ook gewoon een rondje nemen of een ander leuk kerstfiguurtje. En die komt precies hier aan de onderkant. En dan is dat rare plakketje ook weggewerkt. En dan kun je er natuurlijk als een leuke tekst een stickertje op plakken. Maar ik heb gekozen om dat met een stempel te doen. En dit is de Eline Vintage van Marianne Design. En ik vind dit wel een leuk stempeltje. Dus dan gaan we die er op stempelen. Stempelblokje. En dan wil ik hem ongeveer, even kijken, het staat op fijne feestdagen. Hier blokje erop en dan stempel ik dat met Stazon inkt, gewoon de zwarte kleur. Dat is watervaste inkt, Stazon inkt. Je kan op heel veel ondergronden, maar hij geeft gewoon zo'n hele mooie afdruk. Even kijken, willen we hem recht of een beetje schuin? Nee, doe maar recht. Die stempelen erop. Een beetje goed aandrukken. En zo. Die kan aan de kant. Je kan deze trouwens ook gewoon met babydoekjes schoonmaken. Of eventueel met een klein sopje. En eventueel ook nog met speciale Stazon cleaner. Maar ik ben nogal lui. Dus meestal stempel ik een paar keer op een proefje. Een stukje, ja een proefje noem ik altijd gewoon een stukje kopieerpapier of iets dergelijks. En dan kun je hem daarna gewoon weer opnieuw gebruiken. Ik stop het altijd gewoon zo in de verpakking. En als laatste gaat de lollipop flower er nog op. En dat doe ik met een dotje. Bloedotje. Op de achterkant. Die plakken we erop. En dan is de kerstkaart helemaal klaar. En zo kun je er een heleboel verschillende maken. Nou, de kerst kan komen. En heel veel succes. Tot de volgende keer. Dag!